Kasteel Maurik in Vught. Hier woont commissaris van de Koningin Mai Wegge elk jaar de Omroep Brabant-verkiezing van de Brabander van het jaar bij. Ik vind het leuk om u allemaal hier te ontvangen. Een chic diner voor alle kandidaten en voor de commissaris. Maar het is dus voor het laatst dat ze hier mee mag eten. Dat is jammer, maar de vrijheid lonkt. Ik werk eigenlijk al heel lang. Ik heb al meer dan 45 arbeidsjaren achter de rug. Vaak fulltime. Ik ben altijd fulltime. Ik zie mensen om me heen ook heel erg genieten van hun pensioen. En we hebben gewoon de keuze gemaakt om nog een aantal hele mooie pensioenjaren tegemoet te gaan. Als we gezond blijven. Op 1 oktober 2003 stapte Hanja Mai Wegge het provinciehuis binnen voor haar eerste werkdag. Uw eerste dag hier, geloof ik, hè? Ja, fantastisch. Ze was te vroeg. Een nachtmerrie voor de ambtenaren die haar netjes hadden willen ontvangen. Ik ben bijna altijd te vroeg, maar dat is... U weet, ik ben ooit in het noorden geboren. En daar heeft men de gewoonte die in onze Brabant een slechte gewoonte wordt gevonden. Namelijk om altijd 5 tot 10 minuten te vroeg te komen. En in Brabant komen we gewoon een kwartiertje te laat. Soms vergeet ik het nog. Toch kwam er niks terecht van het officiële Brabantse volkslied dat Mai Wegge zo graag wilde. Maar misschien is dat ook niet meer nodig. Ik weet niet of u het wel eens meegemaakt hebt, maar ik was bij de Olympische Spelen van het zomer. En als Brabantse sporters een mooie medaille winnen en ze zijn een beetje bij elkaar met Brabanders, dan klinkt dat lied echt wel hoor. Dus ik kan u verzekeren dat, naar mijn oordeel, hebben de mensen het lied van Guus Meeuwis al lang in hun hart gesloten. En dan denk ik aan Brabant. Mai Wegge verwacht dat het lied van Guus Meeuwis vanzelf een keer het officiële volkslied wordt. Maar dat zal zij als commissaris niet meer meemaken. Wordt ze eigenlijk nog wel serieus genomen als vertrekkend commissaris? Ja, maar ik ben nog heel erg aanwezig en zal wel zorgen dat, dat men echt nog wel merkt dat deze commissaris nog met volle inzet. Haar ambt tot oktober zal voltooien. Mai Wegge vindt dat voor de zomer bekend moet zijn wie de nieuwe Brabantse commissaris van de Koningin wordt.